zoals ik hem tenminste iedere week bestempel, een van de jongste trainers in het amateurvoetbal. Melvin Boel, BVCB. Tenminste, ik zeg het iedere keer. Nou, ik denk dat het ook nog steeds zo is. Ja, hoe oud ben je nou precies om te zien? 27. Kijk, nou, dat is toch redelijk jong. De meeste voetballen nog. Maar dat zit er niet meer in, begrijp ik. Nee, dat al heel lang niet meer. Ik was 16, kreeg ik shinsplint. Schemierverliesontsteking. En toen heb ik eigenlijk heel snel besloten om een trainingsvak in te gaan. En niet zonder ambitie, want de plannen zijn behoorlijk ambitieus. Ja, maar dat is ook echt iets wat bij mij past, als persoon. Ik was ook op hele jonge leeftijd, ben ik voor mezelf begonnen. En, dus ik heb altijd het hoogste nagestreefd, alles wat ik doe. Ja, en als je dan op een gegeven moment niet kan voetballen, niet meer. Niet dat ik nou zo'n fantastische voetballer was, dus dat terzijde. Nou, ik ben net vragen, waar heb je gevoetbald? Maar... Nee, onder andere ook bij BVCB, TLB Berkel. Maar gewoon niet in selectie, dat was niet heel spannend. En toen ben ik uiteindelijk gewoon begonnen met trainer zijn. Met de lagere helftalletjes, cursusjes gedaan. En ja, zo is het eigenlijk heel snel gegaan. Recent geslaagd? Ja, vorig jaar. Of meestal één. Ja. Dus je mag het hoogste trainen wat er op het amateurgebied in ieder geval mogelijk is? Ja, ja, op dit moment zeker. Dan gaat de trainer bij BVCB weg. Hoe gaat de procedure? Want je bent speler geweest bij BVCB. Gewoon moeten solliciteren of ben je gevraagd? Het is eigenlijk zo dat een jeugdtrainer van BVCB naar mij daar op attent maakte. Van Edwin Vuurens gaat aan het eind van het jaar vertrekken. En van daaruit heb ik contact gezocht met het bestuur om te zeggen van laten we eens praten. Of in ieder geval ik ben beschikbaar om het over te nemen bij BVCB. En dan ze kennen je. Zonder ze niet gek te kijken of kenden ze je ambities al? Nou, van het bestuur kende eigenlijk alleen Frans van der Heijden mee. Toen ik ben vertrokken bij BVCB in 2009, toen is er een nieuw bestuur gekomen. Dus ik zat er nog in de tijd van Willem Scheeuwen. En daarna is Peter van der Sluis voorzitter geweest en Roger Bovie, die op dit moment voorzitter is. Ja, stond ze daar aan van te kijken. Ik heb gewoon een verhaal geschreven vanuit mijn BVCB-hart. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen, om te zeggen, oké, waar wil ik nou met de club naartoe? Dat verhaal heb ik mogen vertellen. Aan de hand daarvan hebben we meerdere gesprekken gevoerd en zijn we uiteindelijk samen uitgekomen. En dat verhaal schreef je en toen stond BVCB volgens mij iets hoger dan dat ze nu staan. Tenminste, zelfs nog een klas hoger. Ja, sterker nog, stonden 3 punten achter Rijnvogels in de eerste klas. Dus dat was voor mij fantastisch. Als je wist dat ik oefenmeester 1 wist ik dat ik dat ging halen. Dat moest toen uiteindelijk met de examens nog gebeuren. En BVCB, dan is jouw club op de eerste klas. Ik denk nou, mooier dan op de eerste klas instappen als hoofdtrainer kan eigenlijk niet. En dan uiteindelijk moet je toch een stapje terug richting de tweede klas. Wat, neem maar geen twijfel. Nee, ja, kijk, dat gebeurt. En ik heb dat wel moeten slikken. Ik bedoel, ik heb een aantal wedstrijden toen gekeken ook. En op een gegeven moment zie je die neerwaartse spiraal. En dan zie je ook dat dat gaat gebeuren. En daar moet je je bij neerleggen. Daar ben ik best een paar dagen ziek van geweest. 1, vanwege mijn ambitie. En 2, vanwege het feit dat BVCB je club is. Maar daarna ook eigenlijk meteen gezegd van oké, we gaan er weer vol voor en kijken wat we in een jaar kunnen realiseren met elkaar. Dan breekt de transferperiode aan, dan gaan er wat jongens, komen er wat bij. In hoeverre heb je daar nog invloed op gehad bij de jongens die erbij komen? Weggaan is wat lastiger, maar voornamelijk die erbij komen. Nou, allereerst heb ik gezegd tegen het bestuur, oké, wat willen we? Willen we meteen terug, ten koste van alles, ten koste van de jeugdopleiding, ten koste van de club. Dat betekent dus dat je jongens van buitenaf zal moeten halen. Of gaan we kijken van wat hebben we aan eigen jongens binnen de club. En gaan we kijken of we stapje voor stapje weer terug kunnen. Maar vanuit een gezonde basis. En voor dat laatste hebben we gekozen. En toen heb ik heel nadrukkelijk gekeken naar wedstrijden van de BVCB 1, 2 en 3. En de A1. Oké, van wat loopt er, wat niet. Jongens gesproken die wel of niet weg zouden gaan. En uiteindelijk gekozen om een aantal jongens erbij te halen. En onder andere Nick de Bil, Dennis Knuppen. Kevin Derks heb ik van Feyenoord meegenomen. En zijn we aan de slag gegaan. En de jongens die vertrokken zijn, dat is prima geweest. Dan begint de eerste training. Wat trof je aan bij de jongens die gebleven zijn? Waren die er neergeslagen? Of? Ik heb ervoor gekozen om de jongens vrij te geven. Dus waar het seizoen dan strandde, volgens mij op 8 mei, heb ik gezegd, oké, we laten het seizoen voor wat het is. En ik ga ook in juni nog niet trainen, wat ik normaal gesproken wel had gedaan. Dus ik heb ze vrijgegeven tot 19 juli. En 19 juli heb ik gezegd, we gaan met iedereen beginnen. Dus wat trof ik aan op 19 juli? Een groep met ongeveer 35 spelers. Van 1, 2 en 3. En zelfs een aantal jongens van het vierde. Die gewoon gingen kijken van oké, zullen we het eerst proberen? En die jongens zijn allemaal voor gegaan. En dat heeft een frisse wind
laten waaien. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een bepaalde betrokkenheid is tussen jongens. Dat iedereen een kans heeft gehad. En dat wij uiteindelijk nu met een collectief aan de slag gaan in de hele selectie. En ik moet zeggen, dat is me positief bevallen. En doe je alleen één of één en twee? Nou, in principe doe ik alleen één. Ton van der Bijl doet de tweede. Wij werken wel nauw samen. Dan begint het seizoen. Toen dacht ik wel eens van nou, dat valt nog niet mee. Als je kijkt naar de ranglijst. Nou, op zich. We hebben meteen ervoor gekozen om de beker serieus te nemen. Ik denk dat je dat ook verplicht bent, want je was vorig jaar al in de eerste klasse. En dat is in ieder geval mijn persoonlijke ambitie is om dan terug te komen en wedstrijden te kunnen winnen. Ik bedoel, prijzen moet je willen winnen. En toen hebben we gezegd, oké, daar gaan we voor. Nou, we zijn de tweede ronde van de beker hebben gehaald. Eerste competitiewedstrijd thuis winnen we van VDO. Daarna spelen we twee keer gelijk. Winnen we weer en verliezen we een keer. Dus het nadeel bij onze competitie is alleen dat het heel dicht bij elkaar zit. Je begint in principe als torenhoog favoriet samen met RCL misschien. Ja, denk ik ook, ja. Op een gegeven moment sta je vierde van onderen. Ligt paniek of? Nou, ik denk dat dat ook inherent is aan de groep. Hè. We hebben een hele jonge groep, gemiddeld 23 jaar. Dat heet ups en downs. Hè. Dus waarin wij wedstrijden in staat zijn om 40, 45 minuten heel goed te spelen. Kon het daarna van zeg maar een 8 helemaal terugvallen naar een 4. En wij wisten dat we die 8 nog een keer konden halen. En we moesten alleen gaan proberen te voorkomen om die 4 nog een keer te bereiken. En als die ondergrens omhoog gaat, ja, dan kunnen wij stabieler worden. En dat is belangrijk. Dus dat het met slag en stoot zou gaan, dat hadden we wel verwacht. En verliezen of gelijkspelen is daarin nooit leuk. Dus dat is wel, ja, dat komt erbij kijken. Dan krijg je de Lansing Land Derby. Die heel erg leeft voor nog meer denk ik bij de buurman Soccer Boys. Die verlies je, maar herstel je daarna heel goed. Hoe heeft de groep dat beleefd? Nou, ik denk dat ook voor mij. Ik keek er echt naar uit. Eén, omdat Mark Wil natuurlijk een vriend van mij is, trainer van Soccer Boys. Dat ik zelf uit Bergzoek kwam. En dus daar kijk je ernaar uit. Dus ik was enorm teleurgesteld na het verlies. Waarin we gewoon ook onherkenbaar waren. En dat heb ik ook laten merken aan de groep. Dat ik daar echt teleurgesteld over was. En de groep heeft dat heel goed opgepakt. En dat heb je teruggezien. Die week was alles anders. Dan win je thuis van Bifair. Nou, Bifair is ook een hele aardige ploeg. Vorig jaar worden die tweede in de tweede klas. En ja, dat hebben we goed opgepakt. En dat is het belangrijkste antwoord. En niet zozeer omdat we heel goed waren tegen Bifair, maar wel gewoon gestreden hebben met elkaar. Nou, dan win je 1-0. En, ja, en dan komt dat plezier en die ontlading komt ook. En wij wilden op een gegeven moment graag tweede de winterstop in. Nou, dat is ook gebeurd. Op het moment dat je bovenaan komt voor de winterstop willen spelers nog eens gaan zweven. Zeker als ze zo jong zijn. Nu heb je echt nog iets om te verbeteren. Je staat 1 punt achter, achter VDL. Je staat bovenaan in de tweede periode. En ja, die ontlading was, zeker naar CWO, was die ook heel groot. En ja, die vreugde en plezier bij spelers, dat is goed om terug te zien. Wat ga je doen in de winterstop? Naar Valencia. We gaan vrijdagnacht gaan we weg. En dan zullen we tot 7 januari verblijven. En wat ga je daar doen? Trainingsprogramma? Ja, we zullen daar een tweetal trainingen afwerken en een wedstrijd spelen tegen AC. En zondagavond een bezoek brengen aan Valencia Real Madrid. Oh, een leuke wedstrijd. Dan bereik je die jongens voor op de tweede seizoenshelft. Hoe ga je dat doen? Nou, vooral, kijk, het is logisch dat mensen nu meteen gaan roepen, je staat tweede, je moet kampioen worden. Dat moet je uitspreken. Ik blijf volhouden aan de doelstelling die ik had. En dat is bij de eerste 4 eindigen en na competitie spelen. En die lijn wil ik ook doortrekken in wat ik graag wil bewerkstelligen. Maar op het moment dat je nu met 4 wedstrijden te gaan nog in de tweede periode, die tweede periode kan winnen. Dan moet je daarna ook uitspreken dat je kampioen wil worden. Maar ik vind het eerste doel is die tweede periode. Daar moeten we alles aan doen. Daarvoor zullen wij terug moeten naar de basis die we hadden voor de winterstop. En dan kan het nog een heel mooi seizoen worden. Het staat heel dicht bij elkaar. Wie gaan volgens jou de dienst uitmaken? Ja, ik denk dat RCL, VDL en BVSB de dienst dat gaan maken. En ik verwacht Bifair ook nog wel een gevaarlijke outsider. Er is een ploeg die al jaren bij elkaar voetbalt. We hebben wat versterking gehaald in Jesse Kok. Patrick Vermeulen erbij. Dus dat is ook wel een gevaarlijke ploeg. Je hebt nog niet verlengd? Of je hebt een contract voor 1 jaar? Ja, ik heb een contract voor 1 jaar. Wanneer komt dat nog te sprake? Of zeggen we nou, we zitten nog vroeg in het seizoen? Nee, wij zijn wel, laten we zeggen dat we zowel de club als ik hebben de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan. En dat zal de komende weken duidelijk worden, denk ik. En wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Voor mij persoonlijk als we promoveren. Alleen wat ik heel erg belangrijk vind is wat we graag wilden met de club. Dat de club weer bruist, dat de eigen jongens in het eerste spelen. Dat het druk is bij thuiswedstrijden.
Dat is op dit moment het geval. 200-300 mensen staan iedere zaterdag. Dat is voor de club heel belangrijk. Dus dat is voor mij ook een belangrijkheid. Alleen persoonlijk wil ik graag terug naar de eerste klas. En BVCB Soccer Boys thuis winnen? De laatste wedstrijd, ja. Ik hoop eigenlijk dat het er niet meer toe doet. Maar dat is niet erg als je kampioen kan worden. Maar als je niet redt, dan kan ik u nog wel een zetje geven. Als u wilt bijhouden hoe dat er naartoe gaat, het is zaterdag tweede klasse C. Met CBO, Soccer Boys, VDL en BVCB sowieso. Hoop Leidse ploegen en zo. VDL Maassluis. Ja, Maassluis. Ja. Maar wel leuk. Ja, maar ook de Haagse, dus Lira, die Haagse zijn toch gevaarlijke ploegen. Is dat nou, wordt hem aan het afsluiten, maar we gaan toch. Is dat nou heel anders tegen Haagse ploegen? Nou, ik vind vooral dat je ziet ook de Haagse Westlandse ploegen, is veel 4-4-2, fysiek, snel de lange bal. Daarentegen willen wij graag voetballen, ja, dus dat is altijd gevaarlijk. En daar moeten wij waakzaam voor zijn, en rustig en georganiseerd. Maar dat is wel anders dan als je bijvoorbeeld tegen RCL speelt. Dat merken wij ook. Wedstrijden tegen RCL worden door twee kanten gevoetbald. BVCB Bifair wordt er door twee elftallen gevoetbald. Maar speel je bij een Die Hagen, dan is het gras 12 centimeter en dan zakt een tegenstander in. Ja, dan moet je het spel maken. En dat is voor ons in het begin van het jaar lastig en dat wordt steeds beter. Mocht u willen weten hoe BVCB het blijft doen, de zaterdag tweede klasse C, daarin zijn ze te vinden. En worden ze kampioen of niet, dat is de vraag. We gaan het zien in ieder geval. Wij blikken in ieder geval iedere maandag erop terug. En dan zal ongetwijfeld BVCB voorbij komen. Dus blijf ze kijken.